Abonneer op veganlounge.nl. Een hele goede dag, lieve kijkers. Dank jullie wel dat jullie weer mijn kanaal veganlounge.nl hebben bezocht. Prima, ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan op veganlounge.nl, onderaan rode knop klikken. En natuurlijk het belletje niet te vergeten. Want zodra ik een video heb geüpload, dan krijg jij een notificatie. Goed, van de HEMA heb ik ijsjesmaker gekocht voor 6 ijslollies. Heel mooi, heel erg vrolijke kleurtjes. Want vandaag ga ik ijslollies maken. Nou, als ingrediënt heb ik bevroren aardbeien van de Albert Heijn. Dus dat is ons eerste ingrediënt voor ijslolly. Daarna heb ik heerlijke rijpe bananen. Nou, als je met z'n tweeën bent, kun je ongeveer 2 of 1 banaan gebruiken. Als garnering heb ik kokosrasp. Mag je zelf weten hoeveel je erin doet. Hetzelfde met pompoen, pitten, ook als garnering. Doe ik na het blenden, ga ik het mixen, mengen. Voor de zoetigheid doe ik ook dadelstroop, doe ik ook na het blenden van de aardbei en de bananen. En niet te vergeten onze kokosroom, want we hebben natuurlijk ook vocht nodig om de bananen en de aardbeien te gaan blenden. Goed, ik heb mijn blender weer tevoorschijn gehaald en ik begin met de heerlijke frisse aardbeien. Die gaan als eerste de blender in. En daarna de bananen. Het schilletje eraf natuurlijk. En natuurlijk allerlei andere dingen aan de banaan geplakt. En ook in stukjes. Je mag het snijden, je mag het met je handen doen in de blender. Nou, je mag 2 bananen gebruiken, je mag 3 bananen gebruiken. Je mag je helemaal zelf weten. Want ik ga namelijk ijslollies maken en daarna wat er overblijft gaan wij gewoon lekker drinken als shake of als smoothie. Goed, als laatste voor de blenden kokosmelkroom en dan gaan we naar de volgende stap. Goed, alles zit in mijn blender, dus klaar om te blenden. Moet je kijken hoe mooi alles blendt. Mooie, prachtige roze kleur. Ik zal even van dichtbij filmen. Nou, moet je eens kijken wat mijn Philips blender doet. Nou, laat het ongeveer een halve minuut tot een minuut lekker blenden. Goed, na het blenden heb ik gegarneerd met dadelstroop en kokosrasp. Helaas niet kunnen filmen, dus ik ga het nog een keer een beetje demonstreren. Ik heb ongeveer 2 eetlepels dadelstroop en daarna doe ik ongeveer 1 eetlepel tot 2 eetlepels kokosrasp. En die ga ik dan voorzichtig mengen met onze geblende fruit van aardbei en banaan en natuurlijk kokosroom. Wat je ook mag bijmengen zijn pompoen, pitten. Hoeft niet als je ze niet lust. Mag. Het is heerlijk knapperig tijdens het eten van je ijs. Goed, dat was hem. En daarna lekker mengen. Het ziet er heerlijk uit. Het ruikt ook echt heerlijk fris. Dus dan gaan we naar de volgende stap. Goed, ik heb de HEMA ijsvormpjes met warm water gewassen en dan ga ik beginnen. Nou, ik doe dit voor het eerst, dus als ik mors, dan spijt me dat natuurlijk. Maar dit is ook een test om te kijken hoe dit nou allemaal gaat werken. Nou, het ziet er in ieder geval heel gemakkelijk uit. Ik doe het niet tot de top, dat ga ik niet doen, want je ziet bovenaan een soort van streepje. Dus tot daar ga ik zeg maar inschenken. En er blijft natuurlijk ook wat over van mijn fruit zeg maar die ik geblend heb. Als dat zo is, kun je het in de koelkast bewaren.
Of je kan het nogmaals als milkshake drinken. Of als een smoothie tussendoor nemen. Kijk maar wat jij het beste vindt. Nou, tot nu toe is het gelukt. Ik heb mijn ijsvormpjes vol gekregen. Nou, het volgende uitdaging is natuurlijk om die kleurtjes, ja, die houdertjes erin te doen. Goed, het is gelukt en deze gaat nu de diepvries in voor ongeveer 1 tot 3 uur. En dan kijken we natuurlijk naar het resultaat. Goed, de ijslollies zijn gelukt zoals je ziet. Ze lijken echt op ijs en het is eerlijke ijs, want wat erin zit is alleen maar fruit zoals aardbei, banaan en natuurlijk kokosroom. En daarna heb ik natuurlijk ook kokosrasp ingedaan, pompoenpitten heb ik erin gedaan en dadelstroop. Nou, het smaakt heerlijk. Zoals je ziet heb ik al een hapje genomen. En het smaakt gewoon naar ijs. Het is ijs, het is gezond, het is vegan. Ik neem nog een hapje. Ja hoor, echt heel erg lekker. Prima, vonden jullie deze video een hele leuke video? Geef dan een thumbs up. Deel de video met vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee? Abonneer dan op veganlounge.nl. Klik op het rode knopje en daarna vergeet niet op het belletje daarnaast te klikken, zodat jij een notificatie krijgt zodra ik weer een hele leuke recept voor je heb gedownload. Een leuke kattenvlog of tips en tricks voor je gezondheid. En dan wens ik jullie een hele fijne en zonnige dag. En natuurlijk tot de volgende keer. Dag lieve kijkers. Abonneer op veganlounge.nl.